Goeie meisken, we konden goed bijkomen. Het was een noffelijke dag, maar wel aardig wat bewolking, maar ik rond er verder zinnen. Maar de temperatuur die wie in elk geval beter. 23 tot 24 graden en geen zware tongerbuien. Hoe pakt het uit de komende dagen? Eerst naar Joen en vannacht. Joen en vannacht hebben we een afwisseling van bewolking en opklaringen. En daarbij een temperatuur die net verder zakt dan zo'n 16 of 17 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke of zuidwestelijke wind. En die zuidwestelijke wind die hebben we morgen en dat komt dan op een hele hege temperatuur uit. Want die zuidwestelijke wind die viert maxima aan van zo'n 29 of 30 graden op sommige plakken. En dat is dus een tropische temperatuur weer. Ja, het zucht er nu dat dat soort van temperaturen toch ik weer tongerbuien op Smietenseel. Net in de middag, maar ik verwacht ze in de joen en in de nacht naar Tongersi. En het kan dan ook best wel weer zware buien worden, maar komen ze op een soort rooiwetter, komen ze op hagel en windstierten. En dan ben we daar aan het vroeger voor de komende dagen. Tongersi, dan zitten we in de wat minder warme lucht daarachter. Dan hebben we nog een aantal buien, maar ik de zinder alweer en een graad of 23. De wind is dan stevig, matig en vrij krachtig of krachtig in het watergebied. Windkracht 4 tot 6. En diezelfde krachtige wind, die zit dat ik op vreed. Dan hebben we een droge duisteren, maar zo'n 23 graden als maximum temperatuur. Sneun en snijn, het weekend hebben we echt droog waar. De temperatuur die zal op snijn, waarom heeg je in? Het wordt een mooi noffelijk weekend met simmerwaar en een temperatuur die uiteindelijk op snijn oprint naar 25 graden. Nog een noffelijke jong verder.